Minstens één keer per dag. En dat zeker weten, soms wel eens twee keer. Het zijn boeken die ze zelf mogen kiezen, maar soms ook boeken die ze niet zo snel zouden kiezen. Als er voorgelezen wordt, dan is het echt gezellig. Vaak ook boeken die ik zelf vooral mooi vind. Zoals Anne Frank heb ik laatst bijvoorbeeld gelezen. Voorlezen hoort er gewoon bij, dat doe je gewoon iedere dag. Net als tanden poetsen, douchen. Ik herinner me heel goed dat ik voorgelezen werd op de basisschool. Bijvoorbeeld in mijn tijd was het boek De Zevensprong een bestseller en... Dat weet ik nog precies. En als dan die bel gaat, dan balen ze eigenlijk. En dan lees ik nog net even de bladzij af of het hoofdstuk uit. De kinderboekenambassadeurs doen onderzoek. Goedemiddag, met Hans Hagen, kinderboekenambassadeur. Goedemorgen, met Monique Hagen, kinderboekenambassadeur. Wordt er wel genoeg voorgelezen op de basisschool? De regenboog met Denise. Ja, goedemiddag, met Hans Hagen, kinderboekenambassadeur. Zou ik een leerkracht van de bovenbouw kunnen spreken? Ja, die hebben net pleinwacht. De kinderen zijn aan het buiten spelen. Oh, ze zijn er wel. Zouden we vanmiddag even langs kunnen komen? Ja, tuurlijk. Dat kan altijd. Zo, fijn dat jullie er allemaal weer zijn. Jongens, lekker gespeeld in het speelkwartier. Ja! Wel, hè. Tijd voor een boek. We gaan gauw beginnen aan het boek. Ik zag het bootje. Het zat vol mensen en het lag zo diep dat het water al bijna tot aan de rand stond. Er kan niemand meer bij, riep een man. Spannend zeg eens dit. Doen jullie dat elke dag, na het buitenspelen voorlezen? Ja, dat doen we iedere dag. Of het nou zomer is of winter. Want we hebben gerend, we zijn helemaal druk bezig geweest. En dan vinden we het heerlijk om even tot rust te komen. Even gewoon weer voordat we gaan werken. Dan helpt het dan ook. Ja, want als je van buiten komt, dan kan je niet goed concentreren. En als je gewoon even voorleest, dan kan je even je concentratie weer opzoeken. Is je hartslag weer normaal, dan ga je daarna lekker werken. Ja. Ik wilde eigenlijk vragen of jullie wel elke dag voorlezen. Ik denk niet dat ze in de bovenbouw nog voorlezen elke dag. Die kinderen kunnen toch zelf al lezen? Ja, maar als kinderen zelf eenmaal kunnen fietsen, dan stuur je ze toch ook nog niet gelijk op wereldreis? Hoe kiezen jullie nou een boek uit? Ik heb 3 boeken uitgekozen voor de kinderen. Rosie en Moussa. Ja? De Ring van Koning Salomo. Mm-hmm. En Ronja, de Roversdochter. Dat is een klassieker. En toen? Daar heb ik de afgelopen week het voorgelezen. Ik heb iets over de boeken verteld. En de kinderen hebben een keuze gemaakt. Oké, dus die gingen stemmen. En hoe ging dat stemmen bij jullie? Ja, we hebben 27 kinderen bij ons in de klas. En 17 van die kinderen hebben voor dat boek gekozen. Ja, en ik heb op Ronja de Roversdochter gestemd. Maar die ben ik nu lekker zelf aan het lezen. Kunnen we weer verder gaan met voorlezen? Ik wilde vragen, lees je ook elke dag voor in groep 7? In principe wel, maar als we het echt heel druk hebben, zoals vandaag met de taaltoets, dan doe ik alleen een gedicht. Dat is mooi. Volgens mij, als je elke dag een gedicht leest, dan scoren ze ook goed bij die taaltoets. Wedden? Langzaam stond Vitalis op, keek het publiek in en schraapte zijn keel. Geacht publiek, begon hij. Waarom is het hier zo donker? Dat roept hier vaak. Dat past bij dit verhaal. Ineens, ja, maar mist van tranen. Is dit dan een griezelverhaal? Op de eerste rij. Het is wel zielig. Die enthousiast kon te applaudisseren. Vandaar die tissues hier. Het was ook geen boerin, zoals de andere vrouwen in het publiek, maar een echte dame. Het is niet altijd zo donker, hoor. Nee. Soms heb ik het licht aan en dan mogen ze tekenen bij het verhaal. Dat is ook een goed idee. Ja. En dat muziekje erbij dan? Ja, dat is voor de sfeer. Maar ik ga nu even verder. Okay. Vitalis boog zwijgend. Ik ben musicienne, vervolgde de dame. Er wordt dus wel behoorlijk goed voorgelezen in de scholen die we hebben gecontroleerd. En het is ook belangrijk dat je dat blijft doen, ook als kinderen eenmaal zelf kunnen lezen. Ja, want als je voorleest, dan leer je kinderen zich te concentreren. Je leert ze luisteren. En bovendien stimuleer je ze om zelf meer te gaan lezen. Kortom, door voorlezen kweek je lezers. En nog een voordeel. Voorlezen brengt veel sfeer in de klas. Dus voorlezen moet je blijven doen. Nou. Zullen we nog een stukje? Zal ik een stukje? Ja, oké. Okay. We zijn nu klaar, hè? Ja. Oké. Okay. Hoofdstuk 3. Nee. Buiten was het nog steeds vakantie. Ik stond midden tussen de huizen en toch smaakte de lucht zout. Op de zonnige stoeptegels lag een dun laagje zand. Kleine hoopjes strand meegenomen door slippers en natte handdoeken en opblaaspeesten.